feestje. De vereniging van DJ's in Suriname heeft voor het eerst een feest georganiseerd. Bij deze vereniging zijn 28 DJ's aangesloten en 14 staan vandaag in de line-up. Het feest is een groot succes. Eigenlijk het idee was van Hypervin, Vinny, onze man, om eigenlijk de spanningen tussen de DJ's eigenlijk te minimaliseren of weg te werken. Want we hebben gezegd van hey, wij Surinaamse DJ's moeten ook iets leuks doen. En hoe doe je dat? Door bij elkaar te komen en ook over de problemen te praten. Merry Christmas! Ben je blij dat het zo druk is? Ik ben verrast. Nog erbij op kerstavond. Ik ben verrast. Aangesloten bij deze organisatie, want je had ook kunnen zeggen van nou, ik doe niet meer mee. Nou kijk, het is een Surinaams ding. We poweren onszelf. We moeten onszelf tot een betere level brengen en niet steeds ja, die kleine jongens zijn die, weet je, die achter andere organisaties aanzitten. Dit, het is een feit gewoon en het is wat de DJ's eigenlijk gewoon nog moesten zien. Hun ogen zijn nu open. Dat wij, qua DJ's, draaien wij Suriname. Niet de clubs draaien ons. Wij draaien de clubs. Wij entertainen het volk. Gesproken, wordt er 24 december wordt er gefeest, maar 25 december is er, wordt er eigenlijk nooit gedanst in Suriname. Hoe komt het eigenlijk dat het vandaag toch wel zo is aangeslagen? We hebben bewust ervoor gekozen, omdat we weten gewoon, ja, wij draaien overal elk jaar, dus we weten gewoon van dat er op 25 nooit een feest wordt gegeven, dus we hebben ervoor gekozen van dat wij het toch gaan doen, we gaan het doorbrengen. Hier moet je zijn, mambo, mambo, hier moet je zijn, dat is shit! Kaarten zijn uitverkocht of hebben jullie de kaartverkoop stopgezet? Wat is er precies gebeurd? Nou, we hebben de kaartverkoop op een gegeven moment stopgezet omdat de plaats al redelijk vol was. En natuurlijk speelt veiligheid ook een hele belangrijke rol. De plaats is gebouwd op het water, op hout, of er bestaat uit hout het gebouw. Dus als je een te grote belasting hebt, dan kan het ook zijn dat het gebouw veel meer gaat bewegen. Want je moet begrijpen, de sfeer is zo hoog dat iedereen echt aan het groeven is en groeven was. Dus je voelt het ook heen en weer gaan. En we hebben gezegd van hé, we letten natuurlijk ook daarop. De veiligheid is belangrijker dan geld maken. Dus we hebben toen op een gegeven moment ook stopgezet van luister, dit is de limiet. En als de mensen dus weggaan, dan laten we weer mensen binnen. En dat hebben we dus gedaan. Hoe vinden jullie de avond tot nu toe? Het was wow. Dan we zeggen ho, Merry Christmas to everybody. We hebben bewezen dat wij, Surinaamse DJ's, sowieso samen kunnen werken. Nou, dat alle DJ's samen gezamenlijk wat hebben gedaan, dat is echt groot. Is groot. Niemand kan het dan beter dan de DJ's zelf. Ik denk dat we volgend jaar dat het groter wordt volgend jaar. Waterkant.net, Splash Master DJ Kili, dit doet gek. We gaan genieten, want het is Waterkant.net.